Goedemorgen. Goedemorgen. Op wie staat u te wachten? Op mijn dochter. Oké, waar komt ze vandaan? Ze komt nu uit Canada. Voor de tweede keer. Ze is nu kort weg geweest, maar vorig jaar om deze tijd stonden we hier om haar uit te zwaaien met haar man. Ze zou op een zorgboerderij gaan werken in Oost-Canada. Oh. En het was daar zo'n tegenvaller dat ze daar gevlucht zijn. En daarna hebben ze twee ernstige auto-ongelukken gehad. Dat was hun droom, die aan Diggelen ging. En ze wilde terug om goed afscheid te nemen. En zij is nu in verwachting, maar zij wilde opnieuw afscheid nemen. Dus dat heeft ze net gedaan. Afscheid nemen van wie? Van Canada, want daar ligt haar hart. En van de vrienden. Maar ze was van plan te gaan emigreren eigenlijk. Ja, ze naar wilde Canada, een zorgboerderij. En dat is helemaal mislukt. Helemaal aan Diggelen. En mijn schoonzoon komt zo, gelukkig. Hallo. Ah. Dat is hij. Jongens. Ik spreek het je schoonmoeder net. Ja, klopt. Want jullie kwamen terecht op een boerderij en dat bleek eigenlijk helemaal niet goed te zijn daar. Nee, die boerderij. Ja, dat was een geitenboerderij en dat was heel wat anders dan we hadden voorgesteld. Hoe ze met de dieren omgingen, dat was niet hoe wij dat zouden willen doen. Wat zag je dan? Die dieren, er zijn wat incidenten geweest dat een poot uit de kom werd getrokken en meerdere dingen. Dat ging de hele dag door, slaan, schreeuwen. Gewoon niet de manier waarop wij dat zouden willen doen. En jullie woonden daar ook in? Ja, klopt. En we moesten daar constant mee dealen. En toen hebben we op een gegeven moment hebben gezegd van, we moeten om tafel, dit willen we niet. En toen we dat eenmaal gedaan hadden, toen viel hij uit tegen mijn vrouw. Toen heb ik gezegd, hij begon te schreeuwen tegen jouw vrouw? Ja, klopt. Toen hebben we gezegd, we gaan veel dingen doen, maar dat gaan we niet doen. Dus toen hebben we die dag daarna, toen zij weg waren, eventjes hebben wij onze spullen gepakt. En zij hebben gevlucht of ervandoor. Waren jullie bang? Bang is misschien een groot woord, maar we wisten wel dat we als we het gesprek aangingen, dat we niet ergens gingen komen. Dus dan ga je gewoon. Het had geen zin. Dat zou alleen maar op nare dingen uitlopen. En wat was het dan voor man? Volgens mij een getraumatiseerde man. Ik weet het niet precies. Hij was zelf ook, hoe moet je dat zeggen? Ik kwam een beetje verknipt over of zo. Ik weet het niet. Heel anders dan wij zijn. Maar de bedoeling was dat jullie daar gewoon zouden gaan wonen voor een hele tijd. En wonen meewerken. En werken, ja. En leven en kijken hoe Canada is. Ja. En dat viel dus in duigen, dat plan. Dat viel in duigen. Ja, dat is anders gegaan. Dus toen hebben we er een draai aan gegeven. Joh, we gaan reizen. We gaan wel gewoon reizen. We gaan weer helemaal naar de westkust rijden met de auto. En dan gaan kijken hoe dat is. Maar met de auto ging ook niet helemaal goed, begreep ik. Nee. Dat was ook geen succes. Dus, hoe ging dat in zijn werk, dat auto-ongeluk? Ja, we hebben twee ongelukken gehad, waarvan de tweede best wel heftig. We kwamen op de kop in een rivier terecht. Waarbij ik binnen een paar seconden uit de auto ben gezwommen. Toen zag dat de auto op de kop lag, in de rivier. En dat water was ijskoud. En je vrouw zat er nog in? Mijn vrouw zat er nog in. Nog meer mensen? Of? Ja, nog een persoon waar we langere tijd bij gelogeerd hebben, waar mijn vrouw nu op bezoek was. Dus ik dacht, en we waren net getrouwd een paar maanden, dus ik dacht, dat is het. Ik ben een nieuw weduwe. Dus zo je gaat dacht het. Echt dat ik weduwnaam was geworden op dat moment? Ja, ik dacht dat zij dood was en zij dacht dat ik dood was. Dus zij had soort van achterin de moed ook al opgegeven. Want jij was uit de auto geslingerd of zo? Nee, mijn raam barstte aan mijn kant. Doordat we kantelden en er in de rivier vielen. En toen vielen we op mijn kant. Dus dat raam barstte. Dus, toen kwam dat water meteen naar binnen. Toen heb ik mijn gordel los kunnen krijgen, meteen eruit gezwommen. Met dat ik de auto op de kop zag liggen in de rivier, dacht ik, dit is het. Weet je? Ik dacht eerst zelf, dit is het, nu ga ik dood. Maar daarna dacht ik, mijn vrouw is overleden. En Erik, de man die reed, was overleden. En ben je dan niet weer gaan proberen om de rivier in te gaan naar die auto toe of zo? Ik was gewoon nog in de rivier, maar je bent... Dit is iets wat je niet kent. Het is een totaal nieuw gebied. Weet je wel? Dus je voelt iets en je maakt iets mee wat je totaal niet kent. Dus je bent helemaal overrompeld. Dus... In shock? Ja, in shock. Dus ik heb volgens mij een beetje hysterisch staan schreeuwen dat mijn vrouw erin zat. En haar naam geroepen. Hoe heet ze? Floor. Ja. Dus ik heb keihard Floor geroepen. En dat is het enige wat ik kon eventjes. En toen op een gegeven moment maakte ik dus contact. Toen riep zij mijn naam de hele tijd. En toen hadden we elkaar weer gevonden. En hoe is zij eruit gekomen dan? Nou, zij zat achterin. Dus de auto ligt op de kop, dus dat is een beetje lastig om voor te stellen. Maar ze is dus tussen de stoelen doorgezwommen naar de voorkant toe. En toen via het raampje waar ik eruit ben gekomen, heb ik haar eruit kunnen trekken en toen op de kant.
Maar dat was kantjeboord, want ze hadden al geen gevoel meer in de benen. Dus ze zakte meteen in elkaar op de kant. En jij stond een paar meter verderop eigenlijk te roepen, haar te coachen. Ja, in de rivier nog. In de rivier, terwijl stroomde dat ook snel? Dat viel mee, alleen het was gewoon heel koud. Ja, er lag al ijs op de rivier. En die Erik, die derde persoon? Ja, die is er als tweede uitgekomen. Dus die is 72. Dus die had het wat dat betreft niet heel breed. En later zaten wij samen in een auto. Er waren een heleboel mensen gestopt. Zaten wij in een auto en op te warmen. En toen dacht ik nog eventjes, want zijn lippen werden blauw. En hij werd helemaal grauw en grijs. En hij begon niks meer te zeggen. En het enige wat hij deed was trillen. En toen dacht ik eventjes, nou, daar glipt hij nog hier naast me tussendoor, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Dus allemaal overleefd gelukkig. Heeft deze gebeurtenis je leven veranderd? Ja, het is zo'n cliché om te zeggen van ja, je wil nog meer genieten van het leven of zo. Maar door die gebeurtenis drukt het soms ook een stempel. Omdat alles wat gevaarlijker lijkt dan het eigenlijk is. Dan het altijd was. Hoe was het dan nu dat Floor, jouw vrouw, alleen zwanger naar Canada ging en een auto ging huren? Ja, spannend. En we hebben ook gekeken naar het weer en er was een gedeelte Icefield Parkway en daar was sneeuw en ijs en weet ik van wat al nu. Dus die heeft ze gemeden gelukkig. Daar was ik wel blij mee. Maar hoe voelde het de afgelopen dagen? Spannend, maar ook, ik denk dat het overheerste dat ik het haar gunde dat ze dit weer ging doen. Ik weet hoe je ernaar kunt verlangen. Zeg maar, naar Canada, naar het land, naar de ruimte, naar alles wat het brengt. En dat vond ik heel mooi. Dus ik dacht, ik weet hoe graag je dit wil. Dus ga het maar doen, ga maar genieten, ga het maar pakken. Je hebt het ticket gekocht. Ja, ik heb het gezegd, ga maar of ga niet, maar ga maar. Ik voelde dat zij dat nog echt moest doen. Ja, als afsluiting. Ja. Ja, en ik niet om, nou, wat je net zei, hoe mijn leven veranderd is. Dat voelde ik misschien meer en meer zo van, oké, dit is even een veilige keuze. Maar ik wist dat was haar eerste ingeving op het moment dat ze wist dat ze vrij was. Dus toen zei ik, nou ga maar. Nu heeft ze weer wat ze wil. Canada is fijn. Ja, die batterij is weer vol. En dat heeft ze zelf opgehaald daar. Ja, klopt. Ja, daarom gunde ik allebei, dat zo. Ze heeft dat opnieuw willen beleven en daar anders, ze wilde anders weggaan. En dat is er gelukt. Ja. En dat is heel versterkend, denk ik. Ja. Dan gaat je gevoel voor je vrouw is nog dieper geworden, kan ik me voorstellen. Ja. Kun je omschrijven wat je voor haar voelt, Floor? Even kijken, we zijn de 30ste van augustus zijn we getrouwd in 2018. Toen zijn we 18 september gegaan. En daarvoor heb ik de hele tijd heel stoer soort van gezegd. Van, joh, dit is dan ook een investering in ons huwelijk meteen. Als we dit samen doen, hè, dan ben je daarna maatjes voor het leven. Want dan heb je iets meegemaakt wat je met niemand anders kunt delen. En dat is precies wat het is. Ik heb het toen gezegd alsof het allemaal leuk en fijn en aardig zou zijn. Dat is het allemaal niet geweest. Of veel ook niet. Maar het heeft ons wel veel dichter bij elkaar gebracht. Omdat je zelfs door zulke tijden en zulke intieme momenten... Ja, dat heb je nog nooit met iemand beleefd. En dat heeft de hele liefde anders gemaakt. Maar wel beter en sterker. Ja. Het is wel een hele aparte huwelijksreis. Ja, klopt. Ja. Ja, geen aanrader. Of in ieder geval niet dat deel. De rest wel. Ja.